Hallo mensen, Lennart hier van Klusbedrijf De Kluskundige. Vandaag ga ik met jullie een unboxing doen van een van mijn favoriete stukken gereedschap uit mijn werkbus. En dat is van het merk Vestool. Het betreft een hele compacte boormachine van het type CXS. Ik denk dat ik er al een stuk of drie heb gehad. Allemaal gevarieerde amperages voor de batterijen. En de laatste CXS LI Plus set die ik had, waren de batterijen erbij twee stuks van 2,6 ampère. Er is nu een heel nieuw model gekomen van de CXS. Ja, en ik wil dat toch gaan proberen. Dus ik heb vandaag binnengekregen de Sustainer 3 met daarin, als het goed is, de nieuwe CXS 12 volt. Dus we gaan eens even kijken. Om te beginnen natuurlijk diverse boekjes, waaronder een gebruiksaanwijzing natuurlijk. Er zit een boekje bij van de TCL6 snellader die we hebben. Wat veiligheidsmaatregelen en natuurlijk de garantiekaart. Ik registreer altijd mijn Vestool machines voor een extra 3 jaar garantie. Dus dat ga ik straks na deze video gelijk doen. Dan aangekomen bij de machine. Ik heb gekozen voor de CXS12 met de D-format. Je kan hem ook krijgen met een T-format. Dat wil zeggen dat hij eigenlijk de T-formaat een meer traditionelere vorm heeft. Je kan hem denk ik wel hier zien op het plaatje. Kijk, dit is een T-model en ik heb gekozen voor het D-model. Dat vind ik gewoon heel prettig. Dus de machine, er zit een clipje bij, dan kan je hem aan je broek hangen. Nou, dat is iets wat ik heel vaak doe bij het monteren in een huis bij mensen. Ophangen van schilderijen, schroefwerk, ja, dan is het heel fijn om zo'n licht compact machientje aan je broek te hebben hangen en te kunnen werken. Daarnaast zit er nog een extra accu bij. Met een laadindicator. Nou, deze moet duidelijk opgeladen worden. En natuurlijk dan de TCL6 snellader. Dus dat is een hele mooie toevoeging. Want ja, als je aan het werk bent, wil je toch snel weer kunnen beschikken over volgeladen accu. Het enige nadeel vind ik wel, het is een beetje krenterig van Vestool, dat er niet een Centrotech bithouder bij zit. Dus nou ja, die moeten we er dan weer gaan bijkopen. Dus dat doen we dan maar. En het is eigenlijk voor de mensen die niet bekend zijn met deze machine. Dus je kan deze ring naar achter trekken. Dan trek je de boorkop los. En dan kan je hier een speciale bithouder op plaatsen. En dat is ook eigenlijk heel makkelijk tijdens het werk. Zeker als je moet voorboren. Dan is het heel fijn om hier een boordje in te doen. Voorboren in het hout, je ontkoppelt de boorkop, je plaatst de Centrotech bithouder en je schroeft gelijk de schroef erin. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je niet een tweede machine bij je moet houden. Nou, verder zit er een aantal knoppen natuurlijk op, hè? Dus dat zijn twee snelheden, 1, 2. Daarnaast heb je een torque-instelling, dus daarmee kun je bepalen hoe diep de schroef er wordt ingedraaid. Je hebt een boorstand en je hebt ook nog een stand waarbij, het laatste standje waarbij het ledlampje, wat een beetje omhoog schijnt, wat langer aanblijft. Dus dat is op zich wel heel fijn. Nou, daarnaast kan je natuurlijk twee kanten draaien. Het eerste wat mij opvalt is dat het geluid wel wat feller is dan de oude CXS. Dus dat is even een kwestie van wennen. En nou ja, verder voelt hij qua gewicht wel ongeveer hetzelfde aan. Ook qua compactheid. Daar was ik wel een beetje bang voor. Dat hij groter zou uitvallen. En dat ik daardoor hem minder zou gebruiken. Maar ik denk dat dit een goede montagepartner wordt. Het grote voordeel van deze machine vind ik ook dat er, net als bij deze grote broer die ik ook heb, dat is de CX18. Ik kan ook wel een beetje de verschillen zien. Dit is de compact en dit is de wat grotere. Dit is een wat krachtiger machine. Die heb ik er nog bij. En eigenlijk hebben ze allebei nu een beetje hetzelfde ontwerp. En ook wat ik erg fijn vind altijd.
zijn de magnetische bithouders. Ik kan even het lampje uitdoen, dan kan je het wat beter zien. Kijk, je kan hier een hele reeks Torx bitjes doen en een Philips bitje. En dan heb je altijd het juiste bitje bij de hand. En dat is natuurlijk wel heel fijn tijdens het klussen, loop je niet te zoeken. En dat zijn eigenlijk eenvoudige dingen die ik altijd heel erg heb gewaardeerd aan deze machine. Dus ja, nogmaals, heel erg tevreden mee. Ik denk dat ik de komende tijd met veel plezier ga werken met deze machine. En ja, misschien post ik nog eens een video over mijn ervaringen tot op heden. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat ik je geholpen heb bij het maken van de keuze. En tot de volgende keer.